Leerkrachten staken na 8 dagen. Gedeeltelijke repronde AMS. En zware afkalving Akaribo. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten Jeugdjournaal. De staking van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, duurt al 8 dagen. Dagelijks trekken zij naar de Nationale Assemblée om hun stem te laten horen. De DNA-ondervoorzitter, Melvin Bouva, beloofde de groep vandaag antwoord op hun verzoek voor een gesprek met de regering. Massaal trokken de leerkrachten opnieuw naar het gebouw van de Nationale Assemblée. Normaliter staat er niet de ijsman hier, maar omdat de leerkrachten gewoon elke dag staken en elke dag naar de Nationale Assemblée komen, heeft deze schaaf ijsman ervoor gekozen om hier te staan. En je ziet het zelf, zijn ijsjes worden verkocht, want de zon is fel. Ik voel het ook zelf en als de zon fel is, heb je dorst. Laat me even vragen wat ze allemaal. Het is snikheet en we hebben lang gelopen naar hier, dus we gaan nu iets gebruiken. En liefst een lekker Surinaams ijs. Je staat hier voor de Nationale Assemblée. Wat ben jij hier komen doen? We zijn vrij van school. We kunnen geen lessen volgen. We raken achter. Dus ik ben komen kijken wat die leerkrachten hier doen. Wat ze voor ons kunnen regelen en zo. En wat vind je zelf van de situatie? Ik vind het erg. Ik vind het heel erg, want ik zit in de examenklas en we raken achter. En straks hebben we SO februari. We hebben niet eens les gevallen. Dus ik vind het echt erg. Leerlingen vrezen eigenlijk dat dit schooljaar een verloren jaar wordt. Zie je het ook zo? Jawel, want we zijn nog niet begonnen met de tweede. We zijn nog niet begonnen met de les volgen voor de tweede kwartaal. Dus ik zie het wel als een verloren. Mijn kinderen zitten nu thuis. Hun docenten die staken ook. Ik kan daar niets aan doen. Waarom staken we? Omdat het niet goed gaat. Kijk die koers, je kan nu niet eens iets sparen. En als de scholen weer normaal beginnen, weet u hoe u uw lessen gaat inhalen? Nou, op dit moment niet. Wat we willen doen is dat we in die tussentijd wel met de overige parlementariërs willen praten. Want we hebben straks een assembleevergadering, zodat we ze nog meer informatie kunnen geven over deze actie. Wat denkt u ervan? Ze moeten naar buiten komen. Wat willen ze nog meer? Ze met ons komen praten. Nogmaals, waar het om gaat is dat ons onderwijs niet zo lang, zeg maar, op hoog gezet kan worden. De regering moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om ervoor te zorgen dat de jongeren zo snel mogelijk onderwijs kunnen genieten. Dat u als onderwijsgevenden daadwerkelijk krijgt waar u recht op heeft. Jongeren hebben gezegd, een paar jongeren hebben gezegd van als BVL vandaag je antwoord krijgt, gaan ze ook meelopen met de stakende leerkrachten. Ga jij ook meedoen? Wat vind je ervan? Ik zou wel vinden van het is een goed idee, maar niet van dus een oplossing zoeken zodat wij sneller les kunnen volgen, want wij raken daar achter. En als we achter raken, dan gaat het moeilijk zijn om die achterstanden in te halen. Als ik kan, kom ik wel meedoen, want ik wil maar zo. Ik wil een oplossing. Maar wanneer vandaag die oplossing niet komt, dan kunt u weten dat wij als oppositie wel morgen de zaak gaan bekijken van hoe wij ervoor kunnen zorgen dat die oplossing zo snel mogelijk komt. En als we u moeten ondersteunen, dan zullen we dat ook doen. 100%! De leerkrachten zijn opnieuw opgeroepen om zich aan te melden in Theater Uniek. Dan worden zij geïnformeerd over het verloop van het gesprek tussen de leiding van de bond en het parlement. Op de scholen die normaal open zijn, worden de lessen wel verzorgd. Tenminste door de leerkrachten die niet staken. Ook de geplande repetities worden normaal gemaakt. We namen vandaag een kijkje op de Algemene Middelbare School AMS. Vandaag heb ik Engels gemaakt, ja, Engels. En hoe is het gegaan? Nou, redelijk goed, ja. Vandaag zouden we Engels en natuurkunde algemeen hebben, maar door de staking is het pas volgende week. Of nee, dat hebben ze nog niet doorgegeven, dus dat weet ik niet. Als je een vak maakt en die leerkrachten niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt op het werk, kan je niks eraan doen. En
die andere leerkrachten weten niks over bijvoorbeeld natuurkunde, want ze hebben geen natuurkunde gestudeerd. Dus daarom dat ze die repetities verschuiven. Hier op dit bord staat de voorlopig lesrooster waarop de studenten kunnen lezen welke lessen ze moeten volgen en wanneer. Ze zitten nu in hun repetitieweek en ook dat gaat niet zoals het moet. Deze situatie is al 8 dagen zo vanaf de staking van de leerkrachten. We kwamen naar school de eerste dag van de tweede repronde. Het was een beetje rommelen, want we moesten 7:45 beginnen. En toen we hier aanwezig waren, was het een drukte hier op de gang. En toen kwam de directrice zeggen van ja, vanwege de staking kunnen bepaalde repetities niet doorgaan en zo. Dus. In het begin ging het een beetje stroef, omdat er onduidelijkheden waren. En we volgden niet alle lessen, bepaalde leerkrachten bleven weg. Bepaalde dagen kwamen we zomaar naar school. Maar op den duur moesten die repetities toch doorgaan, want we zijn nog steeds in het eerste kwartaal. Dus ja. Het is best wel veel, maar we wisten van tevoren dat we na de vakantie rep zouden hebben. Dus ja, in de vakantie moet je sowieso iets aanraken, je lessen bekijken. Dus ik heb het wel kunnen redden. De stakende leerkrachten zijn vanaf vorige week dinsdag in actie. Zij willen een betere waardering krijgen voor het werk dat ze doen. En volgens hen wachten zij al te lang daarop. Ik vind het een beetje lastig, omdat er al is aangegeven van zo weer periode krijgen jullie een verhoging. En ja, die mensen zijn een beetje ongeduldig. Dus. Ik vind dat ze die leerkrachten ook meer moeten waarderen voor het werk dat ze doen. Ze zijn veel meer dan die leerkrachten dat ze, wat ze hebben gestudeerd. En bijvoorbeeld als je met een probleem zit, kunnen ze je helpen. Nou, ze doen voor als je moeder en je vader, als je op school bent. Het is lastig, want die mensen hebben dingen te betalen, ze hebben een gezin te verzorgen. Dus het is best wel lastig als de overheid zomaar beloftes maakt en ze niet nakomt. Natuurlijk moet je opkomen voor je rechten, maar het is wel een beetje lastig. Vooral in augustus, dan gaan ze het doortrekken. Ik bedoel, van is vakantie, snap je? Hetzelfde proces van vorig jaar, maar ik hoop dat er spoedige oplossing komt. De schel is net gegaan, nu naar de klas, want het is tijd voor de volgende repetitie. Zolang de leerkrachten nog staken, zullen de repetities waarvoor zij verantwoordelijk zijn, tot nader orde worden uitgesteld. Delen van de oever van de Suriname rivier zijn zwaar afgekalfd. Delen van erven verdwenen maandag in de diepte. Dit gebeurde op Acaribo in het district Para. Geleidelijk aan zien de bewoners hun perceel verdwijnen in de rivier. Zo zien de erven er nu uit. Sinds de eerste waarneming maandag is de oever van de Suriname rivier ter hoogte van Acaribo verder afgekalfd. Hier kan je de nieuwe afkalvingen zien. De boothellingen en prieeltjes die hier stonden zijn in de diepte verdwenen. Mijn stuk is niet zo breed, maar van de buren. Het is plus minus 15 tot 20 meter afgekalfd al. Ik ben bang dat er meer eraf gaat afkalven de komende dagen. Want gisteravond nog was ook een klein deel gevallen. We zien dus dat er nog steeds verzakkingen plaatsvinden. Dit kan anytime weggespoeld worden. En in mijn ogen is dus afdammen het beste. Het Nationale Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, kwam naar de schade kijken en heeft een groot deel van de oever afgebakend om de veiligheid van de mensen hier te garanderen. De kans is groot dat weer een groot deel de rivier in zal vallen. Dus NCCR zei, ze gaan hun huiswerk doen. Adviezen brengen naar de overheid toe. Het enige is een duurzame afbakensysteem, afweersysteem. Een duurzame. En dat kost geld. Maar ze zijn hem al bezig. Als resortsraadslid willen wij dus er alles aan doen. We hebben dus samen met de bestuursdienst, de minister, DNA-lid Sapoen, hebben we dus alles waargenomen. En er wordt zo hard mogelijk eraan gewerkt door de MAS en OW. Deskundigen van het ministerie van OW, de MAS,
Het NCCR en de DC nemen gauw een beslissing over hoe het probleem aangepakt moet worden. De bewoners hopen dat er gauw een oplossing komt. Anders zal nog meer van hun bezit in de diepte verdwijnen. Dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!